Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. In deze nieuwe vlog wil ik laten zien hoe mijn nachtdienst verloopt. Zoals jullie weten heb ik al een keer verteld dat ik ook verpleegkundige ben op de afdeling. De meeste van jullie zijn verpleegkundigen die dit kijken en weten wel hoe de nachtdienst gaat. Mensen die niet in de zorg zitten vragen heel vaak van: slapen jullie dan in de nacht? Of wat moeten jullie dan allemaal doen? Ben je de hele dag aan het zitten? Of zijn er veel patiënten die wakker zijn? Nou, ik hoop dat jullie een klein kijkje kunnen krijgen wat ik doe. Uiteraard kan ik niet echt patiënten filmen, maar er zijn heel veel andere dingen eromheen die ik echt wel kan laten zien. Ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden. We beginnen de nacht natuurlijk met de overdracht. De overdracht van de avonddienst naar de nachtdienst. Daarna doen we altijd even kort lezen of we gaan meteen medicatie uitzetten en daarbij lezen. Wat we dan doen is ook de steriele dienst een beetje opruimen, alles een beetje bijvullen, antibioticaatjes klaarmaken als dat nodig zou zijn, opiaten tellen, het bloedsuikerapparaat even checken. Die zetten wij medicatie uit voor de dagdienst. Dan kijken we eventjes of alles aanwezig is. Maar soms zie je dus dat er dus medicatie mist. Meestal hebben andere afdelingen die dan en dan moeten wij daar even naartoe bellen. Maar in dit geval moet ik wat uit de noodkast halen. En die sleutels die moeten we halen dan bij de receptie beneden. En dan kunnen we binnen bij de klinische farmacie om daar dus de medicatie op te halen. Dus de sleutels heb ik gehaald. Dus dan kunnen we daar even naar binnen. Daarna doen we tussendoor nog even rondlopen, kijken bij alle patiënten of alle patiënten slapen of er nog dingen zijn. Tussendoor krijgen we natuurlijk altijd een bel van een patiënt of dat hij moet plassen of dat hij benauwd is. We beginnen de ochtendronde altijd om 6:00. Dan doen we alle controles bij de patiënt. We zorgen dan ook dat de patiënt een nuchtere medicatie alvast krijgt, zoals antibiotica's, insuline. De patiënten die verneveling hebben voorgeschreven gekregen, die zetten we 's ochtends ook aan het vernevelen. En natuurlijk even bellen lopen ondertussen, drinken halen voor de patiënt, zijn patiënten die even moeten plassen. En alles weer even netjes terugzetten voor de dagdienst, zodat die weer netjes in dienst kan beginnen. En we sluiten onze nachtdienst af met de overdracht van de nacht naar de dagdienst. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vond het in ieder geval erg leuk om stil te staan bij mijn werk en om eens mijn werkzaamheden te filmen. Wellicht heb je vragen naar aanleiding van deze vlog of heb je opmerkingen, dan hoor ik dat natuurlijk graag. En ik zie jullie graag bij de volgende.